De grote, gevaarlijke reis van een plastic zakje. Jamie eet in de pauze zijn boterham op, terwijl hij met zijn vrienden een balletje trapt. Het plastic broodzakje gooit hij achterloos in de bosjes. Langzaam waait het weg. Maar niet echt weg. Het plastic zakje dwarrelt verder. Over het gras, langs de sloot, tot het op de kop van een eend waait. Die waggelt wat heen en weer, schudt zijn kop net zo lang tot het plastic van zijn snavel valt. En in het water belandt. Het zakje dobbert op de stroom mee. Een reiger pikt er een gat in. Een takje blijft haken en maakt een scheur. Kleine stukjes plastic raken los. Na uren drijven komt het zakje uit bij een rivier. In de rivier zwemmen veel vissen. En het water is vies door fabrieken die er hun giftig afvalwater in dumpen. De losgeraakte stukjes plastic van het zakje worden ook erg vies. Maar de vissen denken dat het kleine algen zijn en happen erin. Zo komt het gif en plastic in hun lijf. De vissen zwemmen door de rivier verder naar zee. Het plastic zakje en wat er nog van over is, drijft mee. Een zeemeeuw die overvliegt, denkt dat het zakje een vis is, neemt een duikvlucht en pikt hem op met zijn snavel, beet. Hij schrok hem naar binnen. In zijn maag vormt het plastic zakje een opstopping. De meeuw heeft ineens geen honger meer en hij stopt dagenlang met eten. Zijn darmen werken niet meer goed. Als hij het plastic niet gauw uit weet te poepen, gaat hij dood. De overgebleven kleine stukjes plastic stromen verder de zee in. Ze kunnen niet goed tegen het zoute water en het felle zonlicht. Dat maakt ze nog kleiner. In de zee zien nu ook de kleinere vissen de stukjes plastic voor een lekker hapje aan. Ze eten allemaal het vieze spul en worden ziek. Vissers die de vissen vangen, verkopen ze op de markt. Een man eet een haring die plastic heeft gegeten en krijgt nu dus ook plastic in zijn buik. De rest van het zakje stroomt alsmaar verder in zee, tot het midden in de oceaan uitkomt bij een hele grote berg ander plastic. Dat wel zo groot is als een paar landen samen. Dit heet een plastic soep. Er zijn nu wel vijf van die enorme plastic soepen op de wereld. Bah, wat vies. En dat terwijl de oceanen meer dan de helft van onze zuurstof maken en ongeveer de helft van onze CO2-uitstoot opnemen. De oceanen zijn onze longen. We moeten ze gezond en schoon houden. Gooi je plastic zakje dus nooit meer op straat. Of nog beter, neem je boterhammen in een broodrommeltje mee.